Ik ben een paar dagen in Warschau met Melle, als verrassing voor zijn verjaardag. Dit is onze laatste ochtend en we gaan zo uitchecken. En dan droom ik wel en weer een scheet. En dan val ik achterover. Boem, en nog een scheet. En dan heb ik pijn in mijn hoofd. Afgelopen! Zo, iemand is te vrolijk wakker geworden. Toet, toet! Dan moeten we zo weg gaan, Melle. Oh ja. Laatste half uurtje het appartement. Dan gaan we ontbijten, Uber, vliegveld, back, hoop. Zo, even alle spullen verzamelen. Oké, let's go. Van het dagappartement. Nog even een korte review van het appartement. Esthetiek. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Bed, super comfortabel. Ja, heel fijn. De badkamer, alles, shampoo, toestand, serviesgoed, voldoende. Dit is alles wat we gebruikt hebben. Oh, allerbelangrijkste locatie, fenomenaal, midden in de oude stad. Wat vond jij ervan, Melle? Fijn bed. Doei, appartement. Oh, licht gaat uit. Oké. We doen een klein ommetje. Laatste blik nog even op de, ja, op de markt, op het plein. De laatste blik op het plein op te drinken. Zijn grappen te maken? Nee. Ja. Echt hartstikke mooi, hè, Melle? Ja, maar wat zin. En weet je wat het ergste is als je bedenkt dat het in de Tweede Wereldoorlog helemaal plat gebombardeerd is? Ik zal kijken of ik een paar shots in kan monteren waar je dat op kunt zien. Waar is Melle? Oh! Daar. Kom, we lopen weer. Die kant op. Ontbijt. Ik denk dat het altijd zo blijft. Ik probeer hem dan wel wijs te maken. Maar... ik denk dat we daar wel kunnen ontbijten. Ga maar eens kijken. Hallo. Can we have breakfast here? Oh, alright, alright. Het laatste ochtendmaal. Melle's verjaardagscadeau zit er bijna op. En dit was eigenlijk ook een cadeau voor mezelf. Nadat ik de video My Kid and Me van Casey Neistat had gezien, had ik mezelf de volgende belofte gedaan. Thank you. Ik ga ook reizen maken met mijn kinderen en er een video van maken. Het zijn er in dit geval uiteindelijk 6 geworden. Wat zeg je, Melle? Dat jij een beetje een naaper bent. Van wie? Casey Neistat. Ziet er een beetje gek uit, hoor. En ik beloof 1 ding. Ja. Melle heeft thuis nog een heel lief, leuk, sociaal, misschien af en toe ondeugend broertje, Jitse. Jij het niet zo leuk, Jitse. Ah, hij was zo verdrietig dat ik alleen met Melle ging. Nu gaan we de volgende keer gaan we ook met jou. Is een goed idee, dus kiezen we voor jou ook iets uit te keren. Die is hierna natuurlijk aan de beurt. Waar verheug jij je het meest? En weet je waar hij... als wij samen op reis gaan? Dat we taart kunnen eten in de ochtend. Wat Melle ook deed in Polen. Die begrijpt tenminste wat echt belangrijk is in het leven. Oké. Dus mis me jaren. Ja, ze zijn te lang. Ja, moet je knippen. Best lekker kind zijn. Thank you, bye. Die kant op. Laatste moment in Warschau. Warschau? Het was me een waar genoegen. Geweldige stad. Oké, let's go. Een Ubertje. Een Uber, Uber, Uber. Ik weet het nog steeds niet eigenlijk. Gaan we naar het vliegveld, want Melle wil vliegtuigen kijken. Ja. Dit is hem denk ik, hè? Uber? Yes. Kom, jongen. Hallo. Yes. Thank you. Next Uber of the day. Last Uber of the day. Dat was een indrukwekkende Uber-rit. Deze man komt uit Belarus, een politiek vluchteling in Polen. Die zit nu dus op de taxi, zijn vrouw en kind zitten nog daar. En hij is gevlucht omdat hij zat ook in advertising, dus hij printte dingen die mocht niet gezegd worden van de Belarusse leider. Ik moet ook nog even uitkijken wat de oversteek hier tussendoor.
Dat mocht allemaal niet gezegd worden van de leider uit Belarus. En had hij bovendien nog een politieagent beledigd die, naar zijn zeggen dan, onschuldige mensen in elkaar sloeg. En zijn keuze was of vluchten naar Polen of in de gevangenis. Good luck, my friend. Goodbye. Bye. That was an impressive over... Oh, I can switch to Dutch now.